Welkom allemaal, dit is levenspad nummer 9. Fijn dat jullie weer kijken. Als je twijfelt of dit jouw levenspad nummer is, check dan hieronder, staat een linkje of dit wel jouw nummer is. En zo niet, zoek dan het juiste filmpje er even bij. Het betreft hier algemene maandreadingen. Dus als deze nog niet resoneert, kan het zijn dat hij van vorige maand wel resoneert of dat... deze binnenkort gaat resoneren, halverwege de maand of misschien zelfs wel aan het einde van de maand. Ik wil jullie allereerst bedanken voor de vele likes, jullie steun op dit kanaal, de vele aanvragen voor privé-readingen, de donaties, de liefdevolle warme berichten, zowel op het kanaal als per e-mail. Dankjewel daarvoor. Heel fijn dat jullie kijken, maar ook de vele nieuwe abonnees. Dankjewel. Fijn dat jullie mij zo steunen. Zoals jullie zien, ik zit nu in een andere kamer. Mijn kamer die wordt nu ingenomen door Bucky en de kleintjes. De kleintjes die zijn nu lekker volop aan het spelen. En die hebben ruimte nodig. Dus ik vond het gewoon een beetje riskant. Met de kaarsen, wierook wat ik gebruik, mijn stenen, mijn kaarsen. Waar ze graag op willen knagen. Dus dat doen we dan maar niet. Dus vandaar ik even een ander plekje heb opgezocht. Dat alles goed en wel met je gaat. Dat je gezond mag zijn en gelukkig mag zijn. Ik zie wel in het collectief een hele rode draad terugkomen. Van mensen die nu in een bepaalde situatie zitten. Of in een bepaalde relatie waar ze uit moeten. En waar ze dus echt... duidelijk signalen van spirit doorkrijgen dat het niet langer meer kan. Eens kijken wat het bij jullie gaat geven. Alle nieuwe kijkers, wees van harte welkom. Kijk eventjes of het resoneert. Kijk anders even naar die van vorige maand. Kan goed zijn dat die wel even resoneert en anders gewoon even afwachten. Kan zijn dat deze halverwege of aan het einde van de maand gaat resoneren. We beginnen met de Lenormand kaarten, dan de Sacred Destiny, levenspad nummer 8, al deze, ja. Die. Kom op, spirit. Die. En deze. En deze. Die. Nee. Oké. En dan deze. Dit hele mooie dek. Veel onzekerheid zie ik ook. Wat kaarten die er liggend uitkomen. Veel twijfel. Een cirkel waar je in zit. Al een karmisch. Deze. Nee. Alleen de openliggende kaarten krijg ik door. Oké. Die zo. Die zo. Die. Die niet. Die. Die wel. De Energy Oracle kaart. Ja. Duidelijk. Je bent uit de lans. Alle kaarten. Die. Alle open kaarten. Oké. Dan haal ik deze eruit. Criss-cross door elkaar. Zo. Wat is het? Welke kwam er liggend uit? Zo. Oké, nou, oké. Waar mag ik mee beginnen? Die, oké. Je wil het bij het boekje doen, nummer 11. Je wil het netjes doen. Je wil, als je bijvoorbeeld in een relatie zit waar je uit moet, wil je eerst bijvoorbeeld op zoek gaan naar een baan die je misschien wat meer verdient. Je wil wat woonruimte zoeken. Je wilt misschien
ja, allerlei zaken regelen, zodat je in de meest ideale omstandigheid kan vertrekken. Maar ik krijg door dat wat niet gaat, want de tijd is om te vertrekken. Punt. Oké, dat is duidelijk. Dat is meesterkaart nummer 11 en dit is meesterkaart nummer 22. Je bent gezegend, dus wees niet bang. Je mag uit deze connectie stappen. Ik zie allemaal hartjes, dus dit gaat over een liefdesconnectie voor jullie. Een connectie waar je al heel lang in zit, waar je maar niet uitraakt. Er komt geen oplossing. Je hebt het geprobeerd. Allerlei mogelijkheden, heb spirit gezien. Maar het gaat niet langer en wees dan eerlijk tegen jezelf. Je twijfelt of je wel eerlijk genoeg bent. Ja, je bent eerlijk genoeg. Je hebt echt alles geprobeerd. De weegschaal is uit balans. Het wordt tijd om te vertrekken. De ruiter, die zegt het al van... Kom in... vertrek. Pak dat paard en vertrek. Een paard is een vervoersmiddel. Je moet ook het bericht brengen. Als je het bericht gaat geven, dan gaat de boel transformeren en dan kan jij een nieuwe start maken met nummer 1. Op dit moment durf jij het bericht niet te geven. Dat is kaart 27. Dat is nummer 9. Transformatie is 10. Je houdt je eigen vooruitgang, je transformatie tegen omdat je niet communiceert. Waarom niet? Nou, nummer 7. Je bent bang voor je financiën. Al die vissen. Als we verder kijken. We hebben hier de bever. Werk. Ik zal heel even voelen wat dat precies te zeggen heeft. Je stelt het maar uit iedere keer, maar je moet echt een andere baan vinden. Misschien dat je nu op dit moment geen baan hebt. Of dat je een baan moet vinden die meer geld verdient, zodat je dus meer financiële zekerheid hebt. Zodat je kunt vertrekken uit de huidige situatie. Zodat je ook je verantwoordelijkheden kan voldoen qua financiën. Voor heel veel weerstand. Ja, dit is de snake. Het liggend. Nou, zoals je weet, de slang die staat voor transformatie. Maar deze slang die zit om het hart heen. En deze kaart heet creatie. Ja, je staat... je blokkeert je eigen groei. Want het is een boom. Kan ook je gezondheid treffen. En je leeft niet vanuit je hart. En je kan jezelf ook niet transformeren. Je kan niet verder groeien. Dit is je doel. Je hebt hiervoor getekend. Dus je moet je doel gaan volgen, zegt Spirit. Ook weer kaart 9. Je bent er bijna. Maar die laatste stap, dat is gewoon een hele moeilijke. Het vertrek. Companionship. Ja, misschien zijn jullie wel hele goede, hoe zeg je dat, vrienden van elkaar. Maar dit is geen relatie meer. Je bent gewoon te loyaal, te trouw met deze hondkaart. Kan goed zijn dat je een boogschutter bent of dat je met een boogschutter te maken hebt. Schiet jouw pijlen af en volg die. En wees een keertje loyaal en trouw aan jezelf. Het vergt heel veel flexibiliteit, maar buiten dat, het is een tijger. Je hebt heel veel moed en kracht nodig om deze stap te zetten. Je doet het niet voor je plezier, want de plezierkaart ligt op zijn kop.
En je houdt je eigen transformatie tegen, wat ik eigenlijk al daarnet zag en zei. Je eigen transformatie en groei. Wat hebben we hier? Ja, yin en yang op zijn kop. Betekent dat je uit balans raakt door deze situatie. Je kan ook niet verder helen, je kan niet verder groeien. Je basischakra die raakt daardoor steeds uit balans. Je overdenkt de dingen te veel. Je zoekt naar allerlei mogelijkheden. En er zijn meerdere mogelijkheden, maar je bent bang, want de kaart viel uit mijn handen. Je bent bang als je een keuze gaat maken dat je dan valt, dat het niet goed komt met je. Is dus angst wat de boventoon voert. De kaart 14, maak 5 veranderingen, kwam er liggend uit. Een caring connection, ja, een bepaalde connectie waar jij heel veel liefde voor voelt, die moet gaan veranderen. Want jij wil graag die gelukkige familie, die stabiliteit in balans zijn. En die is er niet. Dus dan is er maar één optie. Vertrek uit deze situatie, ook al is het vervelend, ook al is het moeilijk. Wat ik al zei, van ik zag dit al in het collectief, eigenlijk bij alle, tot nu toe, bij alle levenspadnummers. Het is echt iets wat Spirit nou allemaal aan het bewerkstelligen is, dat de mensen die nog in een karmische situatie of in een karmische verbinding zitten, die moeten gaan vertrekken. Omdat jullie het een en ander te wachten staat. Jullie moeten met elkaar samen gaan werken. Jullie moeten gaan helen. Jullie moeten in stabiliteit komen. Jullie moeten, moet je dat zeggen? Jullie moeten gaan opstaan. Jullie moeten de rest gaan vertegenwoordigen. Jullie moeten krachtig zijn. Om jullie missie te gaan volbrengen. En jullie weten precies waar ik het over heb. Ik moet voor die regenboog gaan zorgen. Om straks wat er komen gaat. Om alle mensen dan bij te staan. En jullie zitten bij die eerste shift. En het is pijnlijk. Maar je moet hier gewoon doorheen. En doe je het zelf niet, dan komen er torenmomenten na torenmomenten. Maar Spirit zegt dat de tijd daar is, dus je moet gaan uit deze situatie. Ik wil je heel veel kracht, liefde en licht toewensen. Want het is niet gemakkelijk om deze stap te zetten. Heel veel liefde en licht. Namaste.